Ik ben Xavier Keters, IT-directeur van het AZ Damiaan ziekenhuis. Binnen IT werken wij ongeveer met 13 personen om eigenlijk alle services rond informatica te ondersteunen. Sinds de laatste 5 jaar is voor het ziekenhuis connectiviteit eigenlijk zeer belangrijk geworden. Er zijn 2 zaken heel belangrijk in. 1, stabiliteit van het technisch product. En anderzijds een goede prijs voor de kwaliteit die we krijgen op dat product. En ik denk dat we die vandaag allebei vinden bij TNET. Voor onze zorgprocessen zijn wij aangesloten op een gezamenlijk platform samen met 25 andere ziekenhuizen, waar we dus eigenlijk informatie over onze patiënt die beschikbaar is op een andere plaats kunnen gaan bekijken. Daarnaast ook hebben we als ziekenhuis meer en meer samenwerkingsverbanden met andere ziekenhuizen. Bijvoorbeeld onze cardiologie is sinds enkele maanden een associatie met Middelares en met AZ Groningen opgestart. Dus ook daar neemt die communicatie aan belang toe. En om het wat concreter te maken, over 5 jaar tijd is de capaciteit die we nodig hebben vertienvoudigd. Dat betekent ook, als wij daarvoor afhankelijk worden in onze dagdagelijkse werking, dat die connectiviteit ook ontdubbeld moet zijn. Daarom hebben we eigenlijk over 2 jaar gekozen met de ingebruikname van deze nieuwbouw van een ontdubbelde connectiviteit, zodanig dat dat we altijd in principe kunnen rekenen op die informatiestromen. Wat betreft de connectiviteit voor patiënten is het zo dat we 2 types aanbieden. Enerzijds voor onze opgenomen patiënten, die krijgen een gebruikersnaam en paswoord waarmee dat ze eigenlijk binnen het ziekenhuis kunnen internetconnectiviteit hebben. Anderzijds is het ook zo dat we een telenet hotspot aanbieden. En we zien toch wel dat bij de patiënten dat heel sterk wordt geapprecieerd dat internet gratis wordt aangeboden en dat zij daarmee ook zelf hun tijd nuttiger kunnen invullen.